Hoi, leuk dat je kijkt in deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. Het is vandaag maandag 25 juli. Dat is de allereerste dag van de zomervakantie voor ons. En ik had niet meer zo heel erg veel in huis. Dus ik moest eigenlijk wel gelijk naar de supermarkt. Dat heb ik geweten. Ik dacht, dan ga ik alleen even naar de Albert Heijn voor een paar dagen. En dan kijken van de week wel weer verder. Want ik weet niet precies wat we allemaal gaan doen. Wat er allemaal op de planning staat. Het duurde bijna al 10 minuten voordat ik überhaupt een parkeerplek had. En ik moest natuurlijk wachten. Zoals mijn haar is helemaal van in chaos geschoten. En terwijl ik aan het wachten was, en het is dan zeg maar zo'n, ja, tussen een parkeerpad door. En het is maar één in- en uitgang. Een soort van U-vorm, zeg maar. En ik stond te wachten om daarin te gaan. En ik werd al aangesproken door een toerist van, als je nou eens even aan de kant gaat, dan kan ik weer weg. Ja, yeah, dat snap ik. Maar je staat achter mij. En als ik doorrijd, dan moet ik achteraan aansluiten. En er komt nu iemand uit die parkeervak, dus dan kan ik erin. Weet je? Ik zeg, ik vind het heel vervelend dat je even moet wachten op je vakantie. Ik vind het echt vervelend voor je. Dus, nou, kan je je voorstellen dat het op de parkeerplaats zo druk was, hoe druk het dan was in de winkel? Super druk. Dus ik had echt, voor mijn gevoel heb ik alles meegenomen, maar ik heb echt niet gekeken of ik het goedkoopst heb gepakt of ik handel heb gedaan met de aanbiedingen. I don't know. Maar ik heb in ieder geval voor de aankomende 3 dagen zou ik genoeg aan uit moeten hebben. Ik ben dus alleen bij de Albert Heijn geweest. Gameplan voor deze week is dat ik heel vroeg ga. En dan even kijken of ik dan eerder naar de Albert Heijn of naar de Aldi moet. Kijken waar het minst druk is. Want iedereen, zijn buurvrouw en de kinderen waren mee de boodschappen doen. Vandaag. Dus dat. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je boodschappen shoplogjes leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan ga ik laten zien wat ik in ieder geval voor het begin van de week voor de zomervakantie heb. Ik moet zeggen, ik vind het niet heel erg slecht. Je moet even in je achterhoofd houden dat we deze week 4 kinderen en 2 volwassenen moeten voeden. Net als volgende week en de week erop. Maar goed, hè. Normaal gesproken hoef ik van heel veel dingen wat minder te halen. We eten een keertje broodje hamburger. Dus ze hebben hamburgerbroodjes. Dit was het enige wat ze nog hadden aan hamburgers. Dus daar heb ik dan maar, hoeveel zijn er? 4, 8, 12. Ik heb ook maar 12 broodjes en ik heb zelf natuurlijk ook nog vegetarische hamburgers. Dus dat komt helemaal goed. We hebben burger kaas voor de pop. Tomaat komkommer salade voor erbij. En Italiaanse mix ook een keer voor ergens bij. Dus we kunnen lekker met salades eten. Deze moet vandaag op. Maar ik zie dus wel joeje kloppen. Toen ik aan Burke vroeg wat je wil je eten van de week, toen zei ze donuts. Dus ik heb maar gewoon donuts gehaald. Again, dit waren de enige varianten die er nog waren. Normaal heb ik zo'n pack van 5. En dit zijn de Albert Heijn Strawberry Jam donuts. We zijn tussen de middag met z'n 4, dus ik heb er 4 meegenomen. Chocopasta was op. Komkommertjes voor tussendoor enzovoort. En misschien om de salade mee aan te vullen. We eten een keertje kaasnietsels met broccoli en aardappelkroketjes. Het idee was dat ik kaasnietsels bij de Aldi zou halen, omdat die daar goedkoper zijn. En sowieso lekker. Deze vind ik iets minder. Maar ja, ik zag het na de chaos in de Albert Heijn niet zitten om ook nog langs Aldi te gaan. Dus ik heb deze gewoon meegenomen. 2 kroppen broccoli en dan dus aardappelkroketjes. We eten ook een keertje wraps. Dus ik heb tortillas mee. Ik heb gewoon gehakt en vegetarisch gehakt. En dan heb ik nog zo'n zak met mixed bonen. Ik heb nog maïs, ik heb nog zwarte bonen. Ik heb nog tomatenpuree en dat soort dingen. Dus dat komt goed. Ik heb salami kop voor op brood en boterhamworst voor mezelf. We hebben nog boterhamworst voor die kinderen en smeerkaas en gewone kaas. En een vegetarische filet. Dus moeten we elkaar om een paar dagen wel redden. Ik heb gekocht bananen voor tussendoor, mini tukjes voor tussendoor. Rode druiven die waren in de aanbieding. IJsbergsla, ook tussen de wraps. En eventueel om die salades aan te vullen. Snoeptomaatjes in de hele doos. Lange vingers in de koekjesrommel, net als van die digestive chocolademelkkoekjes. En paprika ook om zoutjes erop te eten. En voor bij de wraps. Dus dat was het. Het was in totaal €61,30. Nou moest ik daar wel ook nog een tas bij kopen, want ik had maar 1 tas mee, dus er zit nog 50 cent draagtas in. Maar in totaal een voordeel van €7,19 vanwege de hamburgers, de Vivera, die was in de aanbieding. Die salade, omdat die natuurlijk bijna vegan was.
snoepgroenten. Nou ja, je kan het lezen. Er ging hier en daar nog het een en ander van af. Ik heb 7 euro bespaard. Maar 61,30 euro laat niet heel erg veel ruimte. Want ik moet sowieso ook nog langs de bakker. En ik moet dus nog zeg maar vanaf donderdag zeker. Want we kunnen broodje hamburger, wraps, kaas. En we kunnen een keertje soep met broodje knakworst eten. Dus, en dan een keertje vrienden snacks. Ik moet nog voor 2 avondmaaltijden moet ik nog wat verzinnen. Het gaat krap worden om onder de 100 euro te komen. Maar goed, je gaat het voor de rest van de week zien. En toen was het alweer donderdag. En heb ik de laatste boodschappen voor de rest van de week gehaald. Bij de Albert Heijn. Ik heb ervoor gekozen om vandaag te gaan. Of eigenlijk vanavond. Het is al 7:45. In plaats van morgenochtend. Want het kwam iets beter uit. Overigens ben ik vandaag ook naar de bakker geweest. Dat was... Zou wel? Ik weet het niet met mijn hoofd. En dus nu langs de Albert Heijn. We hadden nog een paar dingetjes nodig voor het weekend. En ook voor morgen, want dan gaan we dus een dagje weg. Dus dan wil ik een paar dingetjes mee kunnen nemen. Dat ga ik even aan jullie laten zien. Wat eigenlijk best wel mee als je het zo bekijkt. Ik heb wat mentorships gehaald die we dan onderweg kunnen uitdelen. Het is natuurlijk makkelijk. Er zitten er 5 in. Dus hebben ze een snoepje. Ik heb broodjes gekocht, zodat we broodjes mee kunnen nemen. Eentje daarvan was 35% korting. Die is tot en met morgen goed. Dus dat scheelt dan weer. Ik heb krentenbollen mee, zodat we die ook lekker kunnen opeten. De Carvan Sevitan was in de aanbieding 2 voor 6 euro. Dus ik heb van deze, die kleintjes, die we dan zeg maar, in het flesje kunnen doen. En de gewone, want die waren ook helemaal op. Dus ik heb 2 aardbeien, een bosvruchten en een tropical volgens mij. Of een multivruchten. Ik heb sojakwarkjes, want mijn sojakwarkjes waren op. Ik heb een voordeelpakket sultana's. Want we hebben ook niet meer zo heel erg veel verpakte koekjes. Mijn keukenrollen waren op. Pannenkoeken. Waarschijnlijk eten die of morgen of zondag. Zaterdag eten we sowieso de barbecue van mijn schoonzus. En dan eten we een keer friet met snacks. Dus dan zijn we helemaal rond voor de hele week. Weer druiven, want die gingen gisteravond ineens, zei Burke van mag ik wat fruit. En toen was in één keer het hele bakje leeg. Omdat alle kinderen waren aangevallen. Dus extra druiven maar. Mijn cranberry sap, want die was op en ik vind het echt wel heel erg fijn. En een stuk jong belegen kaas. En dan moeten we zeker tot maandag doorkomen. En maandag gaan we naar mijn moeder. Dus dan hoef ik eigenlijk niet zo heel erg veel te kopen. Het kost nu in totaal €57,81. Nu gok ik dat ik bij de bakker ook iets van €15 kwijt was. En ik was natuurlijk ook al ruim €60 kwijt begin van de week. Dus ik ga er deze week toch een stuk overheen. Nou, ik heb natuurlijk ook omdat ik Carvan Sevitan heb gekocht. Dat kan ik dus meenemen de volgende week. Een paar keer extra broodjes en zo. Met de vakantie. Ik vind het nog niet heel erg slecht voor mezelf. Dit is in totaal wat ik dus deze week heb uitgegeven. Ik zal het even voor jullie uitrekenen. En dan zet ik het hier zo neer. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als het was gewassen, deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Kijk ook even onder in de beschrijving wat we dus uiteindelijk iedere dag gaan eten. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!